hitteloos. Uiteindelijk die eerste overwinning tegen OSL. Na de 0-1 hadden jullie het even moeilijk. Ja, laten we beginnen dat dat echt een deugdoende overwinning is tegen Leuven. Ja. We hebben, ik denk, twee keer tegen Leuven gespeeld dat we niet goed zijn. Maar ik denk ook al niet dat we tegen een team spelen verliezen tegen een team dat echt beter is dan ons. En vandaag is het anders. En inderdaad, na die 1-0, ik weet niet, we hebben precies elke match zo'n dipje in ons spel. Verliezen de bal, eerste duel, verliezen het tweede duel. Komen overal een beetje te laat. En dan... dan na de rust valt die 2-0 of voor de rust al, ik weet het al niet meer. Na de rust. En dan gaat het eigenlijk allemaal een beetje makkelijker. Hè? Ja, na die 0-2 liep het inderdaad heel goed. Had het uiteindelijk zelfs nog meer kunnen zijn, maar 0-4 is wel een heel mooie uitslag. Ja, zeker. Ik denk hier op Leuven met 0-4 winnen, dat is denk ik niet veel gegeven. En Leuven is een taai blok. Speelsters die je 2-3 keer voorbij moet gaan voordat je aan de goal komt. Maar vandaag hebben we de goede kant van ons getoond. En we hebben met heel mooie golen verschil kunnen maken vandaag. Ja. Nu volgende dinsdag gaat het tegen Tiene. Dat is normaal ook een wedstrijd waar je 3 punten moet pakken. En dan is het tegen jouw standaard, als ik zo zeggen mag. En dan moet dan eens die eerste topper zijn die Genk probeert te winnen. Ja, tegen Tiene, pas op, dat is de eerste match en die mogen we niet onderschatten. Hè. Je weet niet met welk team ze aan de aftrap gaan komen. Op Tiene is nooit makkelijk. Ik heb gehoord dat ze nu ook terug op kunten gaan spelen, dus dat veld is ook niet ideaal. Mm-hmm. Dus laten we eerst beginnen met die wedstrijd en dan naar standaard toe. Hè. We spelen thuis, dus daar moeten we proberen iets te pakken. Hè. Ja. En vandaag deze overwinning 0-4, dat is wel een klein beetje revanche ook voor de twee nederlagen die jullie tegen hun geleden hebben. Ja, zeker. De uitslag is heel mooi. Misschien is het een beetje overdreven, dat weet ik niet, maar het doet deugd. We scoren heel moeilijk en als je dan ineens 4 keer kunt scoren, dat geeft vertrouwen. Dus dat is wel positief, ja. Goed, dan wens ik je veel succes tegen 10 en standaard en laten we hopen op 6 punten. Ja, dankjewel.